Hi, goeiedag. Welkom of welkom terug op mijn kanaal. Ik smeer net crème in mijn ogen, dus ik heb nu heel erg jeuk aan mijn ogen. Goed. Daar gaat de video vandaag niet over. Oh. Hi. We gaan een full face catrice doen, maar één kant met poeders en één kant met creams. En dan gaan we kijken wat het verschil is. Sommige dingen, zoals foundation en zo, dat heb ik natuurlijk alleen maar helemaal. Maar zoveel mogelijk poeders, creams. En dan het verschil bekijken. Op een 51-jarige droge huid. Dat dacht ik, dat gaan we doen vandaag. Ik ben nog een beetje brak. Ik heb heel leuk weekend gehad, moet ik zeggen. Ik ben naar de musical van de Moulin Rouge geweest. Ik begin met de Soft Glam filter. Naar de Moulin Rouge geweest. Een vriend van ons die is 50 geworden. En die wilde geen cadeautjes. Maar die wilde dus alleen maar ervaringen ontvangen. En hij wilde het ook niet vieren thuis. Dus we zijn, wij waren degene die dan uiteindelijk naar de Moulin Rouge gingen. En met z'n zessen waren we. Het is mijn vriendin met haar man dan, degene die 50 is geworden. En dan haar zusje met haar man. Hartstikke leuk. Ja, ik vind die softclam filter echt heel mooi. Maar goed, dus dat en met andere vrienden ging hij uit eten. Zo heeft hij een paar groepjes gemaakt. Eerst van de concealer. Nee, laten we eerst de foundation doen, want als dat... Dit is de nieuwe. De Invisible Cover Foundation. En ik heb de kleur 20N. Maar goed. Hij wilde dus ook niets hebben. Maar spullen genoeg, zeg maar. Dit hadden wij bedacht, want we gaan natuurlijk wel iets geven, om een wijnstok te geven. Je kan zeg maar een wijnstok adopteren voor een jaar. En dan word je uitgenodigd voor een wandeling en voor allerlei dingen. En dan krijg je na een jaar je eigen opbrengst, zeg maar. En het is nogal een wijnliefhebber. Het was in Utrecht, in het Beatrix Theater. En wij houden helemaal niet van musicals. Maar goed, ik moet eerlijk zeggen, het was echt een hele mooie show. Wij hadden, volgens mij zijn er meerdere casts. En wij hadden dan de show met Carlo Boszhard. Daar ben ik op zich, ik ben niet een hele grote Carlo Boszhard fan. Dat vind ik ook niet erg om te zeggen. Ik vind hem vaak een beetje overdreven doen. Maar hij deed het erg goed, vind ik. En hij kan best een redelijk woordje zingen, moet ik zeggen. Dus ik moest even wallen bedekken.
oké, ik geloof niet dat ik concealer nodig heb. Dus dan gaan we poederen. Ja, daar kom ik gewoon niet onderuit. En ik neem de nieuwe Bright & Blur poeder. Even zoeken waar mijn puffje was. Ik vind die poeder echt prima. Ik hou van hele losse, fijne poeders. En roze. Dat vind ik ook prima. Voor mijn iets rozere toon. Maar let op, ik ga één kant poederen. Eén kant poeder. Ik laat het even liggen, want daar kom ik zo meteen bij terug. De volgende stap in mijn routine is altijd bronzer. Dus voor de cream kant neem ik de Sun Melted Cream Bronzer van Catrice. Hallo? Zo. En dan neem ik met de kleine kant, vanaf de bovenkant van mijn oor, zet ik een streepje. Het is natuurlijk de bedoeling dat je hiermee een soort, ja, warmte en schaduw creëert. Zullen we kijken of dat lukt? Oké. De cream bronzer, dat was hem. Aan de andere kant gebruik ik de Sun Glow Bronzer. Wow. Van Catrice, dat is deze. Deze is echt al wat ouder. Ja, neem ik even een klein kwastje, want ja, ik zal hier natuurlijk nu ook moeten contouren. Bronzer. Zien wij het verschil? Kleuren lijken goed op elkaar op zich. Dit kan je beter plaatsen. Het is meer een contour. Nou, goed. De blush. Dan heb ik de Blush Affair, de nieuwe, in de kleur 30 Absolute Apricot. En het handige is dat hier dus allebei in zit.
Dus, dit is de verkeerde. We nemen deze weer. Ja. Ik ga erin en dan aan één kant de cream. En aan de andere kant de poeder. Ja. Dan ga ik deze kant poederen. Ja, zo. De basis is klaar. Dan heb ik de Catrice Hydro Hyaluronic Face Mist. Om alles samen te laten smelten. Mijn waaier valt uit elkaar. Ja, voor de cream kant heb ik de 3-in-1 Brow Styler. En dan ga ik alleen de cream kant gebruiken. Dus het creamy potlood, zeg maar. Het is meer een pomade potlood. Ja. En de andere kant gebruik ik dan de poeder. Zo. Ik heb ook een poederpaletje. En eigenlijk wilde ik alleen even een lijntje of zo doen. Dus ik neem gewoon deze kleur. Met een beetje die donkere gemengd. En dan gaan we even rustig zo heen en weer langs. Zo. Hier laat ik het even bij. En voor de andere kant heb ik zo'n, wat was dit? Een eyeshadow stick, een aloe vera eyeshadow stick. En die is qua kleur wel net zo diep, zeg maar, alleen
Deze is shimmerig en deze niet. Even. De wimpers krullen. En dan neem ik de nieuwe Catrice Endless Lash Mascara. Ik hoor kleine voetjes boven komen. Laten we even opdrogen. Ja, en dan heb ik de Catrice Plumping Lip Pencil in Manhattan. Een iets wat donkere kleur, maar dat geeft niet. Want zo bleur je hem een beetje. Dan heb ik een best wel oud product. Dit is de Catrice Full Satin Nude Lipstick. En dit is de kleur 010 Full of Braveness. Dat waren die... hele nude lijn hadden ze. Nu ligt hij op de grond. Dat geeft een momentje. En dan is altijd de vraag, waar is hij heen gegaan? Even aanschuiven. Natuurlijk helemaal achterin. Dit is de lichtste kleur die in die lijn zit. Ik vind hem geweldig. En dan hebben we nog de Volumizing Gloss. Gaan we even die... En dan nog een spreetje van de Hyaluronic. Lekker veel voor de droge huid. En dan is het klaar. Een hele creamkant tegen een hele poederkant. Welke vind jij het mooiste? Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. Doei!